And now we're going to make, well, you're going to, I'm not doing it, I'm just going to come and watch, but, yeah. but you're going to make your new guitar. Is there anything in particular that you want to have? Is there a particular sound? It's difficult for us to hear. Yeah. Zal ik het laten horen? Laten zien, eigenlijk een beetje. Er is heel veel voor mij wel belangrijk als ik ga spelen. Yeah. Want flamenco, met al die technieken, vooral die ritmische dingen... Yeah. En al die legato, dat moet licht bespeelbaar zijn. Yeah. Dus als de snaren zo hoog staan, dan kan ik misschien wel een mooie toon maken, maar dan speel ik er niet op. Right. Dus dat is best daar, daar moet je goed over nadenken. Yeah. So I couldn't help but notice that it's got a little bit of damage here. Ja, dat ik begon ooit hier. Maar je moet dus de hele tijd die tikken geven, de golpes. Ja. Als je jezelf en iedereen begeleidt. En eerst ben ik hier gegaan, toen hier, en nu hebben ze hem hier, en dan is het nog te weinig. Dat komt omdat je dan iemand aan het begeleiden bent. So the new guitar has got to have some real strength there. Or... Nou, het heeft meer te maken dat het goed beschermd wordt, dit. Oh, okay. Want het is een plaatje, hè? Dat is een goldiador, noem je dat. En als je dit niet hebt, dan zie je het. Yeah. Dan ben je er in de kortste keren doorheen.